Hallo jongens en meisjes, vandaag geen commentary van The Fish, maar van mij, Lars, of iProLars, noem me hoe je me wil noemen. Allereerst wil ik Fishinator bedanken dat ik een gastrol mag doen op zijn kanaal. En trouwens een heel goed kanaal, leuke commentaries. Ik zal even wat vertellen over mij. Ik ben Lars, iProLars. Ik speel op de Xbox. Ik ben 17 jaar oud, ik woon in Leiden, mijn gamertag is iProLars. En nou ja, als je me wilt toevoegen, voeg me toe, maar dan moet je wel snel zijn, want ja, mijn vriendenlijst zit al bijna vol. Ik zal even wat vertellen over mijn channel. Ik ben sinds een maandje begonnen met mijn YouTube channel. Ik doe het vooral omdat het gewoon heel erg leuk is om te doen, video's uploaden, commentaries maken, gameplays halen en jullie tips en tricks geven. Ik doe dit samen met twee vrienden, Peter en Bertram, oftewel iReversed en iProBertram. Op mijn channel post ik vaak hele goede gameplays, zoals Double Moabs, Double Moab Fails. Nou, dat is deze video. Hier hou ik één Moab en een 22 of 23 killstreak. Jammer dat ik hem niet haalde. En ik hou ook hele snelle Moabs. En ik geef jullie tips en tricks hoe je Moabs kan halen, hoe je snelle Moabs kan halen, hoe je hogere scores kan halen, noem het maar op. We beginnen nu met Nederlandse commentaries. En misschien gaan we later, als we wat groter worden, gaan we dan ook Engelse commentaries doen. Maar dat moeten we nog even bekijken. Wat zou ik eens vertellen? Ik zal nu even wat vertellen over de gameplay zelf. Dit is een bro-app op Interchange. Ik speel hier met twee vrienden, iReversed en iProBertram. Ik speel hier met de ACR, met Extended Max en Silencer, mijn go-to class voor Moabs. En hoe heet dat? Ik hou hier één Moab. Jammer genoeg hou ik niet de tweede. En voor jullie die niet weten wat een bro-op is, het zijn twee Moabs in één potje, wat gehaald wordt door natuurlijk jezelf. En door een vriend waarmee je een potje bent gaan zoeken, zeg maar. Dus dat is dus een bro-op, daar hebben we er heel veel van. En we halen enorm veel mo-ups. Ik denk dat ik nou over de 200 of 300 mo-ups zit, ik weet het niet precies, ik tel ze niet meer. En in dit potje had iProBertram ook een mo-up. En de perks waarmee ik gewoon met mijn klas speel zijn volgens mij Scavenger, Hardline en Marksman. En mijn specialist unlock zijn, even kijken, Quickdraw, Sleight of Hand en Assassin. Even denken hoor. Ik ben een beetje klaar met NW3. Ik speel dit niet meer zo heel erg veel. Ik vind het spel niet meer echt leuk om te spelen. En vooral door de bullshit die in het spel zit. En ik vind het gewoon niet meer leuk om te spelen. Dus ik speel nu weer een beetje Black Ops en zo. Om me voor te bereiden op Black Ops 2. En willen jullie misschien mijn tweede streak tellen? Hoeveel kills dat waren? Ik dacht dat het 2 of 23 was, maar dat weet ik niet zeker. Dus als jullie even in de comments willen zetten hoeveel kills ik had, dan zou ik dat heel erg waarderen. Nu verder een beetje praten over Black Ops 2. Ik weet niet wat jullie vinden van, of jullie verwachten van Black Ops 2, maar ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in. Want hier haal ik trouwens mijn mol op. En ik wil graag door, want ik denk van ik kan wel mijn tweede mol ophalen. Maar ja, wat vinden jullie, wat denken jullie te verwachten van Black Ops 2? Want ik vond Black Ops 1 echt een geweldig spel. Ik heb het enorm veel gespeeld. 20 dagen speeltijd geloof ik. 15 prestige. En ik heb het met enorm veel plezier gespeeld. Enorm veel 100 plus games gehaald. Dus ik was er ook redelijk goed in.
Ja, zet even in de comments wat je verwacht van Black Ops 2. En nou, wat je hoopt terug te zien in Black Ops 2. En of je denkt dat, ja, dat het beter wordt dan MW3. Ik denk dat het, de meeste mensen wel vinden dat het beter wordt dan MW3. Maar wie weet vinden mensen MW3 gewoon helemaal geweldig en het beste spel wat er is. Ik heb een paar dingen gehoord over Black Ops 2. De Ghost perk in Black Ops 1, dat is nou verdeeld over 3 perkslots. Dus je kan niet meer gewoon helemaal door niks meer gezien worden en zo. Dat is gewoon helemaal uit het spel. Nou, niet uit het spel gehaald, maar dat is verdeeld over 3 perkslots. Dus ja, je kan dus niet meer door niks gezien worden, zeg maar. Ik heb ook gehoord dat, dat heel veel mensen hebben gevraagd, waaronder de grote YouTuber Faircrouch, die heeft gevraagd aan David von der Haar, de maker van, het van Black Ops 2, die heeft gevraagd of er een game type in komt, zeg maar Ground War, en dan alleen met Domination, dus niet Team Deathmatch of Kill Confirmed erbij. Ik zou dit persoonlijk echt geweldig vinden als dit erin zou komen, dus... ja, dat is iets waar ik heel erg naar uitkijk of dat er in komt, zeg maar. En ik hoop het heel erg, want ik speel namelijk bijna altijd Ground War en soms wat Search and Destroy en zo. Maar meestal, ik ben echt een Ground War tryhardertje, als je me zo wil noemen. Even denken, wat heb ik nog meer gehoord? Oh ja, wat vinden jullie van, ik weet niet of jullie de Black Ops 2 zombies hebben gezien. Ik in ieder geval wel. Geweldig. Ik speel bij Black Ops 1 ook heel veel zombies. Dus ik kijk er weer naar uit om lekker veel uren Black Ops 2 zombies te spelen. En nou ja, als jullie een keer dan met mij Black Ops 2 zombies willen spelen, stuur me een message van ja, ik wil Black Ops 2 zombies met je spelen. En dan gaan we dat gewoon even een paar uur doen. Ik wil het nog even hebben over de toekomst van mijn channel. Ja, we hebben nu 40 subscribers volgens mij en 4100 views of zo. En nou, ik ben van plan om elke dag een video te uploaden met een Nederlandse commentary erbij. En ja, ik hoop dat jullie ook mijn channel subscriben en comments achterlaten en zo. Dus als jullie naar mijn channel willen gaan en je subscriben, dan zou ik dat heel erg waarderen. En ik beloof jullie dat er hele goede gameplays aankomen. Dus nou, subscribe naar mijn channel, like de video's en ja, kijk wat je ervan vindt. Oh, en hier ga ik dood en ik dacht dat dat op mijn 23 killstreak was. Hier activeer ik mijn MOAB. Dus nou, ik bewaar altijd mijn MOABs tot het allerlaatste, want ik hou er niet van om met die rode gloed en met dat, ja, zachte geluid spelen. Want ik heb Astros en ik sound hoor dus best wel wat. Hier activeert Ipro Bertram zijn MOAB-je. En ja, ik weet echt niet wat mijn score is. Het zal iets in de 60 of 70 kills zijn of zo. Ik heb echt geen idee. Maar nou jongens, ik wil de Fish natuurlijk ook heel erg bedanken dat ik een gastrol mocht doen op zijn channel. En subscribe op zijn channel. Ja. Fish, heel erg bedankt. En bekijk mijn channel. En ik zie je later weer. Adios.